Samser Ali Sheikh Ali Baks, voorzitter van het onafhankelijk kiesbureau OKB, zegt dat het kiesbureau de NPS nooit heeft geweigerd om mee te kunnen doen aan de verkiezingen van mei 2025. Tijdens een persconferentie gisteren zei de voorzitter dat er een misvatting bestaat over de zaak waarbij de NPS zich opnieuw moet registreren in het centraal register dat wordt bijgehouden door het OKB. Omdat de statuten van de partij zijn gewijzigd, moet de partij zich volgens de regels opnieuw registreren. In de samenleving, we hebben de mediaberichten ook gevolgd, blijkt heel wat misvatting te bestaan. Er wordt gesproken over weigering van NPS. Het OKB heeft NPS nooit geweigerd. NPS is in de gelegenheid gesteld om die leemte in haar statuten weg te nemen, in orde te maken. En dan gaat de registratie plaatsvinden. Dat is wat er speelt. En het is geen natrap aan voormalige OKB. Want voormalige OKB heeft hetzelfde gedaan. In 2010 is op dit decreet politieke organisatie een staatsbesluit geslagen ter uitvoering van enkele bepalingen van het decreet politieke organisaties. De voorzitter verduidelijkt dat het OKB geen statuten van partijen goedkeurt. Al enkele dagen circuleert berichtgeving in de media dat er problemen zijn met de statuten van de Nationale Partij Suriname. Trouwens, in de decreet, er bestaat ook heel wat twijfels en discussies over mag OKB toetsen of mag OKB niet toetsen. Ik verwijs aan ieder naar het decreet politieke organisaties, waarin duidelijk is aangegeven dat er een toetsing plaatsvindt, dat beoordeling plaatsvindt, dat is het woord. Beoordeling is niets anders dan toetsing. Je gaat de documenten beoordelen. En in de afgelopen periode, vanaf 2015, en ik heb zeker 6 politieke organisaties gelist, die ik bij naam niet wens te noemen. De NPS kreeg het advies om haar zaken in orde te maken en wederom haar stukken in te dienen, besluit Sheikh Ali Baks.